Dementerende ouderen hebben behoefte aan een vertrouwde omgeving en geborgenheid. Zorginstelling Pieter van Foreest koos daarom in het nieuwe zorgcentrum De Hoge Tuinen in Naaldwijk voor kleinschaligheid. 10 tot 12 ouderen delen een grote gezellige huiskamer met keuken. Met allerlei activiteiten proberen de medewerkers de zelfredzaamheid van de bewoners op peil te houden. Deze woon-zorgvorm doet de bewoners zichtbaar goed. Alle ouderen hebben vlakbij de woonkamer een eigen kamer en eigen sanitair. Voor het personeel is het lastig om alles daar in de gaten te houden. Daarom worden in De Hoge Tuinen zorgdomotica gebruikt. Er hangen op veel plekken sensoren en camera's. Die apparatuur draagt bij aan veiligheid en vrijheid. Mensen kunnen hun leven gewoon doorzetten. Alleen op de achtergrond kunnen we er zijn. En het kan zijn dat we er met een grotere afstand zijn. Maar bij sommige cliënten is het van groot belang dat we direct inspringen. Dus als ze merken dat ze uit bed komen en ze kunnen nu goed staan. Nou, als vroeger werd een bedhek omhoog gedaan. En dan hadden ze in ieder geval niet de vrijheid om uit bed te komen. Dan werden ze beperkt. En nu is het zo, ze kunnen uit bed komen en we zijn er. En dan hoeven ze het niet met dwangmiddelen zoals een bedhek of misschien met medicatie om ze rustig te houden. Dat is dan niet nodig. Als het zorgdomotica-systeem is ingeschakeld en een bewoner stapt uit bed, wordt het opgepikt door een detector. Er gaat loopverlichting branden, zodat de bewoner zich kan oriënteren. Als de beweging langer dan het vooraf ingestelde aantal seconden aanhoudt, gaat er een melding naar de telefoon van het verplegend personeel. Vroeger hadden mensen een belletje, een zusteroproepsysteem. En dementerende gebruikten dat nooit. Want die wisten niet hoe je dat kon gebruiken. Dus waar is dat knopje voor? Nu is het zo dat profielen worden aangemaakt, passend bij de cliënt. Waar ze dan, als ze hulp nodig hebben, dat ze dan ook de hulp komt. Dus als iemand uit bed stapt die niet goed kan staan en ondersteuning daarbij nodig heeft, dan geeft dat systeem direct een bericht aan de verzorgende, zodat de verzorgende naartoe kan gaan. Het verplegend personeel kan een profiel instellen dat past bij de zorgvraag van de bewoner. Profiel 1 activeert de bewegingsdetectie, de badkamerbezoekdetectie en de verlaten kamerdetectie. Profiel 2 activeert alleen de badkamerbezoekdetectie en de verlaten kamerdetectie. In profiel 3 staat alleen de verlaten kamerdetectie aan. Als een bewoner 's nachts de kamer verlaat, zorgt een sensor boven de deur ervoor dat er een melding uitgaat. Deze functie kan worden uitgebreid met camerabeelden. Op het scherm van de telefoon of op een centraal touchscreen kan het verplegend personeel de situatie inschatten. De verzorgende kan ook in sommige profielen voor kiezen, dat is een afstemming wat je hebt met de familie, maar ook met andere zorgverleners, dat ze zeggen, oké, we kunnen dan op afstand kijken hoe het met die bewoner gaat. Dus die bewoner kan wel zelfstandig uit bed stappen, die kan mogelijk naar de wc lopen, waar dan ook de domotica voor zorgt dat zijn looprichtingen in een donkere kamer, dat hij weet van, ook gaat een blindlicht aan, daar is de wc, die richting kan ik lopen. De wc-licht gaat dan automatisch aan en ziet dan ook de wc. En zo kan de bewoner redelijk zelfstandig toch een aantal dingen doen. Als iemand de badkamer ingaat, springt automatisch het licht aan. En daarmee is ook de bewegingsdetectie geactiveerd. Er gaat dan een signaal naar het verplegend personeel. Na 10 minuten wordt er automatisch een scan van de gehele ruimte gemaakt. Er wordt opnieuw een melding gemaakt als het systeem iets afwijkends ziet, ook als dat niet beweegt. Er is dan een kans dat de bewoner is gevallen en hulp nodig heeft. In een oudere situatie was dat je misschien gestommel hoorde op een kamer en je wist niet wat er precies gebeurde. Dan ging je er altijd naartoe. En dan kon iemand schrikken van het feit, wat doe jij in mijn huis? En nu is het zo dat het alleen op het moment is dat iemand je echt nodig heeft. De
Door de vrijheid en de privacy voor de cliënten is het houden van toezicht arbeidsintensiever dan bij instellingen met een oude opzet. Maar juist bij het binnen de perken houden van de personeelskosten spelen zorgdomotica een belangrijke rol. In momenten zoals een nachtdienst, als je een groter gebouw hebt en je moet overal zijn in principe om toezicht te kunnen garanderen, dan zou je heel veel mensen in moeten zetten. En dan is belangrijk dat je kan zeggen, dan kunnen we het beheersen. Door juist deze middelen die slimmer zijn, want dan kan je altijd op de momenten zijn, in elke kamer, in elke gang zijn ze aanwezig. Dus dan kan je juist betere zorg, die excellente zorg bieden. En als we dat zonder zorgdomotica hadden gedaan, we hadden veel meer mensen nodig gehad. Het zorgdomotica systeem van de Hoge Tuinen is gerealiseerd door een samenwerking van Van der Pol Elektrotechniek en Ascom. Dat deden ze eerder al succesvol bij 6 andere locaties van Pieter van Foreest. Maar voorheen wilde een dergelijke samenwerking nog wel eens zorgen voor communicatiestoornissen. Vroeger was het ook van, er is domotica in Nederland. Er waren heel veel mogelijkheden. En als er iets dan werd ingepast, zoals een elektrisch oog, een sensor, en het ging kapot, dan zei een andere partij van, ja, maar het is niet ons oog. En dat kan niet op het systeem. Of dat geeft storingen. Nou, dat zijn allemaal zaken die we juist hebben afgedekt. Het moet zo zijn dat het 100% werkt. Want er moet vertrouwen zijn in het systeem. Echt van der Pol, die is de beheerder. Dus de Pieter van Vrees, daar komen de meldingen. En wij gaan dat direct doorzetten naar Van der Pol. Van der Pol gaat weer kijken van, is het nou een Ascom? Of is het nog iets dat de Pieter van Vrees zelf moet doen? Dat wordt op die manier gedaan. Maar in ieder geval, er is één beheerder. Dat geeft duidelijkheid, want daar kan je niet achter verschuilen. Eén is de eigenaar. Het vernieuwende van de aanpak van Ascom en Van der Pol zit niet zozeer in de gebruikte technieken, maar in de combinatie ervan. Het heeft geleid tot een bewezen succesvol ICT-concept voor de zorg, dat niet alleen de kosten beheerst, maar vooral de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen verbetert. De kwaliteit van leven wordt hier vergroot, zie ik. Want de vrijheid van de cliënt wordt ook vergroot. Mensen worden niet beperkt, omdat we zeggen van, we vinden het heel belangrijk de veiligheid. En daardoor gaan wij allemaal middelen bedenken om ze te beperken in hun vrijheid. Nee, we geven ze juist vrijheid. En als het nodig is, kunnen we ze ondersteunen.